Vandaag hebben we weer een hele bijzondere bijeenkomst, inmiddels de 16e bijeenkomst van de Universiteit van Tilburg Sociëteit, hier in Sociëteit de Witte in Den Haag, met een hele bijzondere gast en spreker, oud-minister-president Jan-Peter Balkenende, die zal spreken, net zoals professor Graafland, over het thema Corporate Social Responsibility in Europe. Dus om het even in het Nederlands te zeggen, maatschappelijk verantwoord ondernemen in Europa. Er is een groot onderzoek wat door professor Graafland gedaan is met andere onderzoekers over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Europa. Daar zullen de eerste bijeenkomsten bekendgemaakt worden. En Jan-Peter Balkenende, inmiddels hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en partner bij Ernst & Young, die zal daar ook op reageren en zijn visie geven. Dus wij gaan ervan uit en wij vertrouwen dat we een hele mooie discussie hebben hier in de Groene Zaal van Sociëteit de Witte. Het onderwerp van vanavond gaat over de vraag: maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen nou echt een verschil? Het is heel opvallend, er is heel veel onderzoek gedaan naar de vraag of maatschappelijk verantwoord ondernemen tot meer winstgevendheid leidt of andere positieve effecten heeft op reputatie, innovatie. Maar de cruciale vraag is toch eigenlijk, als bedrijven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen, leidt dat tot betere sociale en milieuuitkomsten? En die vraag is nog heel weinig onderzocht en dat vormt de kern eigenlijk van ons onderzoek. En we hebben dat op verschillende manieren onderzocht. En het beeld wat uit ons onderzoek reist is, ja, MVO heeft effect op sociale en milieudoeleinden. Dat is positief, maar effect lijkt niet heel erg groot te zijn. Dus het is de moeite waard om eigenlijk verder onderzoek te doen naar hoe dat nog verder verbeterd kan worden. De kern van mijn betoog is dat ik nadrukkelijk aandacht wil geven aan de vraag: hoe integreren bedrijven maatschappelijk verantwoord handelen in hun bedrijfsstrategie, in hun doelstellingen, in de manier waarop zij hun productieproces inrichten, maar ook hoe ze daarover rapporteren. En mijn boodschap zal zijn dat de rol van de onderneming anders is dan in het verleden. Het gaat om creating shared value. Het is economische waarde en maatschappelijke waarde. Het gaat om new alliances, samenwerking met anderen, want je kunt er niet alleen. En het gaat om lange termijn denken. En die zaken die houden mij zo bezig, daar wil ik het graag over hebben vanavond. En tegelijkertijd wil ik ook iets zeggen over de meetbaarheid van zaken. Want we hebben wel vragen op het gebied van wat zegt een nationaal inkomen? Wat meten we eigenlijk? Wat is de echte waarde van de onderneming? Als je de duurzaamheidscomponent daar niet in integreert, dan is het maar een deel van wat je feitelijk beschrijft. En bijvoorbeeld een discussie over wat is de echte prijs van een product. Als je niet alle kosten meeneemt, dat betekent dat je de prijs niet betaalt, maar doorschuift bijvoorbeeld naar komende generaties. Ook dat element van de meetbaarheid, dat vraagt de aandacht. En tenslotte, ik wil het hebben over de mindset. Wat zijn de waarden van ondernemers? Wat zijn de values? Want het gaat ook om een gezindheid dat je zegt, we gaan ook handelen op een andere manier.